Eindhoven telt tientallen maatschappelijke organisaties. Maar wat doen zij eigenlijk en wie werken er? In Mensenwerk nemen we elke week een kijkje achter de schermen. En vandaag zijn we te gast bij Bureau Cement. Ik ben Marleen van Marrem. Ik ben 33 jaar, ben moeder. En ik werk bij Bureau Cement als jeugd- en kinderwerker. Ik zorg voornamelijk dat mensen die een hulpvraag hebben, dat ik die ondersteun. Goedemorgen. Goedemorgen, Marleen. Hi, hoe is het? Prima. Ik heb iemand kunnen helpen. Ja, Dorien Verhoeven heeft contact opgenomen met Bureau Cement. Zij heeft de vraag neergelegd om iets te willen doen voor mensen die tegen formulieren invullen aanlopen. Het is heel erg lastig. En dan hebben wij gekeken, wat kunnen we haar bieden? Een Trefpunt heeft de ruimte aangeboden waar zij op dinsdagochtend tussen 9 en 11 mensen kan ontvangen. Die formulieren ingevuld moeten hebben of die gewoon de weg niet weten naar iets. En Dorien probeert ze daarbij te helpen. Als er ouders zijn die graag de kinderen iets willen laten doen na schooltijd, dan zorg ik eigenlijk dat zij met hun kinderen ergens terecht kunnen en dan een kinderactiviteit kunnen doen. Zorg dat er vrijwilligers zijn die activiteit doen. En die vrijwilligers ondersteun ik daarbij. Als er nog geen vrijwilligers zijn, dan zet ik het wel op. In het Trefpunt heb ik dat ook gedaan. Ben ik zelf begonnen met kinderactiviteit omdat ik wist dat de vraag was. En dan na verloop van tijd probeer ik het los te laten, zodat zij het uiteindelijk zelf gaan doen in de wijk, want dat is uiteindelijk de bedoeling. En als dat klaar is, dan mag je naar de vrijwilligers en dan wordt er een hangertje aangemaakt, zodat het lampje daaraan gehangen kan worden. Wij vinden dat Marleen het heel goed doet, want ze wil dat wij altijd plezier hebben. En ze heeft altijd leuke dingen dat we kunnen doen. We hebben geleerd ook van Marleen dat je ook met andere kinderen moet samen delen. En, ja, dat konden we natuurlijk al, maar je leert het door Marleen nog meer. Ja. En het is ook heel leuk om altijd de kinderen dus blij te zien. En dat is ook heel mooi om te zien. Snel eruit, omste beurt, hè? De mensen van het Trefpunt zelf hebben contact met G. Woning. Hij is hier van de organisatie van Trefpunt. Hij is bezig om iets op te zetten voor Sinterklaas en hij is nu al bezig met de carnaval. En dan vraagt hij of dat ik daar eventueel bij kan ondersteunen om partijen bij elkaar te brengen. Jongen, je bent daar een verrekkers goed in. Ik heb wel vrijwilligers nodig, hè? Ja, dat zullen we wel regelen, maar ja joh, ik vind het. Ik was alleenstaande moeder, zwanger van mijn jongste zoon. Ik woonde bij mijn ouders in huis door omstandigheden. Mijn ouders hadden financieel de middelen niet om mij te kunnen onderhouden. Dus ik moest inkomsten hebben. Werk lag niet voor het opgraven en nu ook niet echt. Dus ik heb ervoor gekozen om een opleiding dan te gaan doen. En doordat Bureau Cement in Fabroek-Eckhart een pilot draaide. En ik heb aan Fatima gevraagd van nou, als ik de opleiding ga doen voor sociaal-cultureel werk, mag ik dan bij jullie stage lopen? En doordat ik naar school ging, kreeg ik studiefinanciering. En die studiefinanciering was mijn inkomsten. Na anderhalf jaar stage te hebben gelopen en school te hebben gedaan, kreeg Bureau Cement de kans om in heel Woensel Noord het welzijnswerk te organiseren. Dus ben ik voor 20 uur als professional aan de slag gegaan. En toen moest ik nog een half jaartje naar school. Dat heb ik dan ook nog even afgemaakt om toch mijn diploma te halen. En ja, daarnaast ben ik gewoon blijven werken hier. Dus dat is eigenlijk de opstap geweest dat ik hier nu sta. Ik heb mijn huidige vriend leren kennen in 2014. Wij zijn gaan daten en wij zijn eigenlijk heel snel samen gaan wonen. Dus ik ben verhuisd naar België met mijn 4 kinderen. En daar zit ik nu 2 jaar. En ik zit daar heel gelukkig. Ik ga trouwen volgend jaar. Dus mijn leven is wat dat betreft een stuk veranderd. Ja, ik heb een hele leuke baan. Ik kan eigenlijk heel veel doen wat ik zelf ook wil. Ik heb een vrije planning. Als ik een gesprek met René heb en overleg van nou, dit heb ik de afgelopen week gedaan. Of ik heb die mensen gesproken en ik heb daar nog een vraag over. Kun je me helpen? Als René dan ook nog iets heeft, dat weet ik niet van tevoren. Dan kan mijn dag er heel anders uitzien. En dat maakt het ook vooral heel erg leuk.